lichtere ontwikkeling. Saskia en Marjorie zijn twee agressieve meisjes die op de gesloten afdeling van de justitiële inrichting Harreveld een nieuw gedrag aangeleerd krijgen. Of dat lukt, ziet u in aflevering 1 van de nieuwe serie De Amazones van Harreveld. Saskia, het is nou 10:30. Kom je nou wel eruit? Ja, dan weet je wel, het is nou hoogste tijd. Het is 9:30, opstaan. Tot zo. Ik ben het, Tini. Ja, ik weet het, meisje. Je weet toch wel, als je het moeilijk hebt, wil ik ook gewoon bij je zijn. Tini, rot op! Ja, meisje. Ik hou van je, hè. Tini, ga naar mijn weg. Even een knuffel? Nee, nou niet een knuffel. Nee? Ben je goed geslapen vannacht dan? Nee. Helemaal niet? Nee. Nee? Tini, zo moet alsjeblieft een eind doen. Ja, ik ga zo weg en dan kom ik zo weer even bij je terug. Nee, man niet. Heeft tijd nodig, gewoon. Dat komt wel. Op het terrein van de justitiële jeugdinrichting Harreveld is een gesloten afdeling voor meisjes, de Amazones. Er wonen 10 meisjes die vaak van jongs af aan emotioneel verwaarloosd zijn. Ze hebben geen vertrouwen meer in volwassenen, zijn snel boos, agressief of in zichzelf teruggetrokken. Hier wordt hun afweer en agressie en vernielzucht zoveel mogelijk geaccepteerd. Maar er zijn grenzen. Kom eraan, voor wie heb je die gekeken? Wat is dit dan, jongens? Niet voor 11:00. Maar Tini. Bij de hand, jongen. Als Tini boos is, vind ik er echt grappig, man. Dan moet ik altijd om de lachen. Van huis en school liepen ze weg. Niemand had meer greep op hen. De kinderrechter heeft deze meiden tot hun 18e jaar onder toezicht geplaatst. Harreveld is hun laatste station richting zelfstandigheid. En dan doe je jouw broek straks bij de lichtere was. Hè? Overdag gaan ze naar een interne school. Maar vaak zijn er te veel problemen om te kunnen leren. Marjorie is na een bezoek aan thuis volkomen van slag. We maken ons gewoon veel te grote zorgen als je naar huis teruggaat dat het niet goed gaat. En we zijn al 8 maanden aan het vechten, ben jij. En wij willen vreselijk graag dat het goed blijft gaan. En dat weet jij eigenlijk, weet jij dat ook wel. Of zit ik helemaal scheef? Je hebt het hartstikke leuk gehad zaterdag thuis. Je hebt lekker buiten kunnen spelen, met Peter. Het was heel gezellig. Maar hoe lang was dat? Ach, tuurlijk. Kom hier, meid. Kom eens hier zitten. Tuurlijk, meid. En dat doet pijn, dat weet ik ook wel. Tuurlijk, wil je het liefste thuis zijn.
Maar weet je wat het is? Als je nou kamers bent, kan je net zo vaak naar huis gaan als je wil. Dat is niet wat ik wil. Ik wil gewoon thuis wonen. Maar elke keer de gezeik van jullie. Elke keer zit het zacht. Nee, het is niet goed voor je, want je vader woont nog thuis. Elke keer is dat hetzelfde gehouden. Maar ik moet toch zelf weten wat ik doe? Ik ga toch niet naar kamer trainen. Jullie kunnen doen wat jullie willen, maar ik ga er toch niet naartoe. Maar je bent al echt goed. Ik heb zonder mee te maken. Ik heb het nou gewoon over dat ik gewoon naar huis ga. Het is die zelfgesprek. Ik ga er toch komen met mijn vader en met twee vriendjes. Geniet er nou eerst eens van dat je gewoon een fijne dag thuis hebt gehad al. Ja, moet ik daarvan genieten? Ik wil gewoon godverdomme terug naar huis. En dat laten jullie niet doen, omdat jullie stelletje zwakbegaafd zijn. Ik denk niet dat we zwakbegaafd zijn. Nou, dat zijn jullie dus wel. Nee, misschien wil jij de grote stap ineens nemen. Helemaal niet, moet je bergens houden, stom teef. Zo heeft het ook geen zin om verder te praten. Nee, inderdaad niet, nee. Zullen we zo meteen nog even verder praten? Nee, helemaal niet. Nou, meid, kom. Vind je het moeilijk dat je ze niet kan bereiken? Ik vind dat ik het wel bereik, want ja. Ze scheldt in wezen niet tegen mij. Ze scheldt, het is niet persoonlijk, hè. Ah. Het is gewoon van, doordat ze tegen mij scheldt, kan ze ook weer naar me terugkomen met me te praten. Dat is nooit persoonlijk, is echt niet persoonlijk bedoeld. Maar ik geef haar, ik kan haar zin niet geven. Dus in haar ogen ben ik een dief. Dat is gewoon zo. Ze mag van jou ze mag van mij, ze mag van mij boos zijn. Zou ik denk ik ook zijn. Daar kan een begrip voor. Nou, we moeten haar zien dat we haar weer uit die dip krijgen. Dat lukt ook wel met man en macht. Ja? Marjorie? Hup! Nee, nee. Marjorie, rustig, rustig, meisje. Ja, meisje, rustig, rustig, rustig. Waarom was je nou zo boos? Marjorie, waarom was je nou zo boos? Rustig, Marjorie, kom meisje, kom maar, rustig, rustig. Rustig, meisje. Zie, laat me nou los, dan kan ik naar mijn kamer gaan. Oh, en dan? Hoe gaat het dan op de kamer? Hoe gaat het dan op de kamer? Ik ga naar Jorgen's kamer. Oké, okay, ik laat me los. Oké, natuurlijk. Oké, prima. Marjorie, wat is er thuis waarom je niet naar huis mag? Omdat mijn vader daar is. En wat is er met je vader? Hij heeft dingen gedaan die niet door de beugel konden. En daarom ben ik uit huis gegaan. En toen ben ik hier geplaatst. Heeft hij dingen met jou gedaan? Ja. Wanneer? Een paar jaar geleden. Is het jouw echte vader? Nee, het is mijn pleegvader. Sinds hoe lang? Vanaf mijn geboorte ongeveer. Een paar maanden daarna. En je moeder? Dat is ook mijn pleegmoeder. Wie is je echte moeder? Weet ik niet.
Wat weet je van je moeder? Van mijn echte moeder? Niks. Naam? Nee, weet ik ook niet. Ze heeft je afgestaan? Ja. En toen ben je bij het gezin gekomen waar je al die tijd geleefd hebt. En hoe ging dat? Nou, het ging op zich ging het wel goed of zo. Op een gegeven moment gebeurden dingen. Ja. Maar had je meteen door dat dat niet goed was, of niet? Nee. Pas toen ik 15 was, kwam ik erachter. Hoe kwam je erachter? Door een meisje van mijn school. Die was zelf overkomen, alleen door een jongen. En die had het tegen mij verteld en hoe het begon en waarmee het begon. En zo kwam ik achter, want toen dacht ik, dat doet mijn vader ook bij mij. Toen kwam ik er dus achter dat het dus helemaal niet hoorde. Toen raakte ik een beetje in de war. En ik durfde het mijn moeder niet te vertellen. Nou, en toen uiteindelijk in december, 3 december, heb ik het toch verteld tegen mijn moeder. Nou, die schrok er nog wel erg van. In eerste instantie geloofde ze mij wel. En toen heeft ze mijn vader uit huis gezet. We moesten toen naar de caravan. En toen een week later ging mijn moeder ging naar mijn vader toe. En toen zei ze... En toen zei, had mijn vader tegen mijn moeder gezegd dat ik er zelf om gevraagd had. En dat het mijn eigen schuld was. En dat geloofde mijn moeder. Nou, en toen kreeg ik dus de schuld van alles. En toen zei ze dat het mijn eigen schuld was en dat ik er zelf om gevraagd had en dat ik hem verleid had. Dat soort dingen. Dus toen waren de rollen omgedraaid, toen kreeg ik overal de schuld van. En toen? En toen ben ik 19 januari ben ik toen uit huis gegaan. Zelf? Ja. Ze hebben niet uit te lachen. Ja. Pas op jij. Wat dan? Meiden en jongens die verwaarloosd zijn, mogen zijn zoals ze zijn, met hun kwade dingen en hun goede dingen. Als zij dus agressief worden, worden ze daarvoor niet gestraft. Dan worden ze geholpen dat ze hun eigen controle weer terugkrijgen. En soms moeten wij dan als hulp fungeren en net zolang totdat ze zelf weer het aankunnen. Want het meest centrale kenmerk van verwaarloze kinderen is eigenlijk dat ze geen vertrouwen meer hebben in de volwassenen. Een wantrouwen naar de hele wereld toe en naar volwassenen speciaal. Want daar zijn ze ook natuurlijk niet leuk door behandeld. En wantrouwen tegen de hele buitenwereld. Dan is daar ook nog, zijn die hekken daar nog. En die hekken staan er om toch een stukje grens aan te geven. Zodat het overzichtelijk is. De wereld is dan overzichtelijk. Als ze hier binnen de hekken zijn, is de wereld overzichtelijk. En de structuur is ook een belangrijk onderdeel van het geheel. Dus wat ze per dag doen? Wat ze per dag doen. Dat moet echt gestructureerd zijn. En zeker de meest elementaire zaken zoals eten, drinken, slapen, wassen. Die zijn heel belangrijk. En de dagindeling naar school. Thank you.
strak. Strak? Ja. Iedereen had zich geloof ik zorgen gemaakt of jij... Ze dachten dat ik zelf moest afleggen of zo. Waren er problemen thuis of... Ja, ook wel. Kon je ouders je niet aan? Ja, ik denk het. En toen heeft je voogd gezegd, ga jij maar een tijdje hier zitten. Ja, het ging heel anders of zo. Hij is gewoon een Mogol, weet je. Ik weet het ook niet. Hoe vind je het dat je hier dan achter gesloten hekken zit? Ja, ik hoop dat het niet lang meer duurt, anders word ik wel helemaal gestoord. Maar... Maar het feit dat je hier zit, heeft dat ook te maken met dat je dood wil, dat je er geen zin meer in had? Ja, tuurlijk, dat weet ik veel, maar dat is begonnen ja, toen ik 11 was of zo, was ik al suïcidaal, weet je wel. Ja, gewoon, ja, en toen heb ik eerst op Amsterdam gezeten, zo. Ja, Rio, al die shit. Was je vader vroeger geen leidinggevende figuur? Nee, ik heb... Ja, mijn vader, ja... Nee, niet echt eigenlijk, eerlijk gezegd. Heeft Bon Jovi daar ook iets mee te maken?
Nee, dat kwam later, weet je. Eerst wilde ik altijd, zocht ik een soort moederfiguur, weet je wel. En dan was dat dan bijvoorbeeld iemand van tv of zo, waar ik dan ontzettend tegenop keek. Later was de vaderfiguur dan weer iemand van tv, weet je wel. En later zocht ik gewoon... Ja, toen werd het gewoon Bon Jovi, maar niet echt als vader of moederfiguur, maar gewoon, weet je wel. Als iets waar je op kan richten? Ja, gewoon waar ik gewoon steun bij kon zoeken, zo emotioneel, omdat ik gewoon heel erg in de knoop zat. Saskia is dus eigenlijk, komt uit een goed gezin, is als klein kind eigenlijk in een ziekenhuis terechtgekomen, waar ze geïsoleerd moest behandeld worden. Dat betekent dus dat dat een heel traumatische ervaring is voor een klein kind van 2 jaar. Dan kun je daarnaast nog noemen ze goed en wel thuis. Aandacht van moeder dus heel hard nodig. Dan heeft moeder een extra groot verlies. En daar kan moeder moeilijk mee omgaan, dus moeder heeft ook veel tijd nodig voor zichzelf. Maar Saskia is nog steeds enig kind. Dan is ze 7 jaar en dan krijgt ze een broertje. En eigenlijk vanaf het begin dat dat broertje geboren is, heeft Saskia mij verteld dat ze eigenlijk al vreselijk jaloers was op dat broertje. Je krijgt ineens een andere plaats. Dat was voor Saskia met haar aanleg moeilijk te verteren allemaal. En toen heeft Saskia zich eigenlijk teruggetrokken in haar fantasiewereld. En ook een beetje mystieke erbij. Dan zat ze in de donkere kamer en daar voelde ze zich veilig. Hoe donkerder, hoe mooier. Omdat zij zo gevoelig is en beelden op de muur zag, dat bij Saskia de fantasie en de werkelijkheid een klein beetje door elkaar ging lopen. Als je aan thuis denkt, waar denk je dan aan? Aan mijn broertje. Heb je een fotootje? Ja. Hoe heet die? Peter. Wat deed je altijd met hem? Spelen en ruzie maken. Hoe vind je het om die dingen te vertellen? Ah, ik vind het wel fijn om ze te vertellen. Hoe vindt jouw moeder dat je die weer vertelt? Op tv. Ze vindt het niet goed. Waarom doe je het toch? Omdat ik mijn verhaal kwijt wil. En ik wil de mensen laten weten dat je zo niet met kinderen om moet gaan. Komen jullie ook zo eten? Ja. Dat denken er wel meer, weet je wel, dat het hier een gevangenis is, terwijl dat dan niet zo is. Ga hier eens een Harreveld vragen, wat ze hiervan vinden. Want die mensen die hier in Harreveld wonen, die durven hier nog niet eens het terrein op te lopen. Alleen die hoertjes dan hier rondrennen. Maar weet je dat, toen mijn leraar en lerares hier waren, weet je wel, maandag, die zeiden van het lijkt hier net een vakantiekamp, weet je wel. We zien dat gewoon als vakantiekamp hier zo. Ja, dat is het ook bijna. Dit is gewoon geen behandeling, weet je. We noemen hier... Nee, je krijgt hier ook niet eens normale behandeling. Als je dit een behandeling noemt, nou dan... Dan ben je niet 100%. Het enige wat je hier kan, is een paar gesprekken in de week. Eten, drinken, slapen en naar buiten gaan. En spelletjes spelen.
Nee, maar net als bij mij, weet je wel. Ik krijg dan therapie, maar het lost helemaal niks op, weet je. Weet je waar we het over hebben? Ja, hoe is de week gegaan, weet je wel? Ja, de week is wel goed gegaan. Ja, er zijn nog dingen gebeurd. Nee, er zijn verder geen dingen meer gebeurd. Ja, hoe voel je? Ja, ik voel me wel goed of ik voel me wel kloot. Ja, hoe komt dat dan? Ja, omdat ik terug naar huis wil, weet je wel. Zo gaat het bij ons. Ja, maar je vader woont thuis en een scheid eraan. Ik heb een dramatherapie gehad. Mm-hmm. Nou, was de bedoeling dat ik ondertussen over mijn problemen zou praten. Dat mens vroeg niet eens ergens naar. Ze vroeg alleen, wat wil je deze week doen? En dan zaten we achter Monopoly, of waren we ons aan het verkleden? Nou, als ze dat therapie noemen. En ik stop er binnenkort ook mee. Ik moet nog tegen verder niemand vertellen, maar ik stop er binnenkort ook mee. Waarom dat dan? Wat bereik je daarmee? Ik heb niks aan die therapie. Ja, maar je kan er wel over praten, weet je. En je moet er juist over praten, tenminste, zo denk ik erover. Ik heb ook het gevoel dat je gewoon hartstikke in de war bent sinds dat je een dagje naar huis bent geweest. Aan de ene kant vond je het hartstikke leuk. He, je hebt heel goed naar je zin gehad, ook met je broertje. Gespeeld en omhoog gefietst, geloof ik zelf. Dus dat is heel leuk geweest, maar aan de andere kant zeg je ook een vervelende herinnering. Dat brengt jou enorm in de war, volgens mij. Hoe weet je dat? Ja, dat denk ik te zien. Dat zie jij dan wel goed. Als het leuk is geweest, dan wil je ook alle problemen die er waren, die wil je dan vergeten. Zo van, het is alleen maar leuk. Maar daar krijg je last van, omdat je die problemen weg wil drukken. Klopt dat? Weet ik veel. Weet ik niet. Ik heb geen zin om te praten, hoor. Maar als ik jou nou vraag om de reden waarom je er niet over wil praten, wat is dan de reden? Gewoon geen zin meer. Maar waarom heb je geen zin? Omdat ik niet over problemen wil denken. Maar dan ga ik door met vervelende vragen stellen. Waarom wil je niet aan denken? Omdat ik daar een rot gevoel van krijg. En dat mag niet? Nee. Waarom mag je geen rot gevoel krijgen dan? Dat wil ik niet. Daar heb je last van? Ja. Maar het feit, want daar hadden we het over, het feit dat jij af en toe in verwarring bent over wat je nou eigenlijk wil, dat je het niet zo goed weet. Ja, dat is nou eenmaal zo. Of denk je dat je op een gegeven moment zegt van, hallo? Blijf je er nog even bij? Nee, ik heb geen zin meer om te praten. Dan stel ik een laatste vraag, ja? Oké. Daar was ik mee bezig. Of denk jij dat het op een gegeven moment zo is dat je zegt, ik wil dit en dit en dit, en dat verandert niet meer? Ja, dat kan, ja. Oké, gaan we nou terug? Oké, kom. Straks nog een krijgje van jou toe. Ah! Waar is die? Oh jee. Kijk dan wat ik vind. Kijk dan wat ik vind, Peter. Oh jee. Sas! Sas! Kijk wat ik heb gevonden. Nou, even denken hoor. Geen ik zou strontkleur doen.
de hele tijd op je kamer blijven. Kom dan gewoon ook even daar. Toen is het toch een computer foto's op de kanker. Waarom moet ik dat doen? Ze zijn liever in mijn kamer. Nou, ik wil ook. Ik moet doen. Nee, daar niet. Dat is het enige wat ik daar moet doen. Er zit er niks. Nee, maar je moet toch ook juist tussen anderen proberen te komen als jij op kamers wilt. Er staat nergens op. Ik wil niet tussen mensen zoals u komen. Dus weet ik veel. Er staat ook nergens op. Jij wilt hier weg? Ja. Moet je wel meewerken? Dat kan ik toch ook zeggen? Weet ik veel. Moet ik gewoon een beetje door een groep zitten? Een beetje. Weet ik veel. Ik wil dat gewoon helemaal niet. Je hoeft niet de hele dag in de groep te zitten. Maar ga wel inderdaad, neem je boek mee, zet je schouders eronder. Dan ben je bezig met je toekomst. Maar dan heb je heel duidelijk voor ogen van dit wil ik, dat wil ik, zo wil ik het doen. En dat is wat jij gewoon moet leren. Je zit nou eenmaal in deze situatie, je wilt er graag uit. Werk er dan keihard aan om er ook uit te kunnen. Nee, laat maar. Ga maar weg. Nee, kom. Weg met de gaten. Ga nou weg. Ga maar stik, ga. Ja, ga nou maar weg. Ga nou maar weg. Rustig blijven. Ja, ga nou maar gewoon weg. Hallo. Laat voor de gang, niet? Het is heel lang goed gegaan, ja. Maar ja, het kan een keer gebeuren. Het is helemaal niet erg. Nee, dat gaat zo. Dat gras, dat moet allemaal nog weg, hè? Ja? Oké, fijn. Ja, wel wat beter. Wat is dan het verschil? Ja, je voelt je wel een stuk opgewekter en zo. Kan jij al zonder die prik? Dat weet ik niet. Ik merk wel dat als die is uitgewerkt, dat ik best wel agressief word. Dat ik minder vrolijk ben en zo. Dingen waren even duidelijk voor haar voordat ze naar huis ging. Ja. Ja, en dat geeft rust. En nu is ze wederom in de verwarring. Ja. Ja. En dat maakt dat ze nu bijloopt zoals ze erbij loopt. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat wij haar toch ook de realiteit voor ogen blijven houden. Omdat ze nogal geneigd is om de ene keer thuis te verketteren en vervolgens te zeggen dat thuis de ideale plaats voor haar is. Nou, daar moeten we heel erg mee oppassen. Haar ook steeds blijven vertellen van wat de andere kant van de medaille is. Sinds 14 juli is ze jarig. En nou wil ze dus graag naar huis 14 juli. Nou, op zich heb ik daar niet zo'n bezwaar tegen. Alleen waar die confrontatie met vader wegkomt, dat weet ik dus niet. En ik heb zoiets van, ja, daar hebben wij nu nog helemaal niet over gepraat. Maar moeder had toch ook tegen Maartje jullie gezegd voor dit weekend dat het één keer, maar daarna niet meer zou zijn.
En dat is ook de reden waarom zij die confrontatie wil. Want anders zal ze niet meer naar huis kunnen. Ja. Maar toen ik daarover aansprak van zo, hoe stel je dat dan voor die confrontatie, hè? Toen denk je dat, wie moet er dan bij zitten? Toen zegt ze, ik wil dat er niemand bij zit, alleen vader en ik. Ik zeg, meisje, dat lijkt me geen goed idee, want dat kan niet. Nee. Denk aan ons gesprek van de week. Ja, gesprek. Ja. Waar ik bij jou zat en dat we het gehad hebben over waarom je dat iedere keer deed de laatste tijd. Ik weet het niet. Mm-hmm. Ik wel. Waarom dan? Zullen we het daar morgenavond over hebben? Nee, nu. Nee, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Zeg het nou, snel. Nee. Heel snel. Nee, omdat ik denk dat jij last hebt van jouw bezoekje thuis. Ja, daar heb ik wel last van. Ja. Dan heb je last van en dat ga je op de mensen hier een beetje afreageren. Maar je zou erover moeten praten. Ik ga het niet over praten. Morgen om 9:00 ben ik. Ja? Oké. Okay. Tot dan. Kus. Nog? Hand? Zo dan. Hé, hey, nacht aan de lang, man. Ja. Oké. Okay. Nog? U heeft de tweede prijs in de schoonheidswedstrijd gewoon ontvangen. Duizend piek. Normaal wint André die schoonheidswedstrijd altijd. Tot echt. Ik heb alle spullen gehaald voor de appeltaart. Oh, ik denk een lekker vraag. Ja, dat had ik ook gezegd. Voor de appeltaart gehaald? Nee, ik had wel die spullen had ik gekocht. Voor de appeltaart. Ik denk, nou, die zou wel lekker gemaakt zijn. Wanneer dan? Ja, ik had goudbrunetten gevraagd. En die zijn op. En die heb je toch niet zo opgegeten? Ja, waarschijnlijk wel. Gatver. Lekker. Lekker? Ja. Ik zal even het hier opgeven. Jij zou niet goed volgende keer voor jou afwassen. We zijn wel bezig met de confrontatie. Wil je samen wezen? Ja, mijn voogdes of zo, die is alles aan het uitzoeken. Wat zei je daar zelf tegenover? Nou, zelfs wil ik het wel. Wil je het wel? Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet of ik het wel wil. Waarom wil je het wel? Ik zou graag willen weten waarom het niet heeft gedaan. Denk je niet dat het nog te vroeg is daarvoor? Ja, weet ik niet. Ik heb toch wel met Ingrid over gehad. Ja, maar ik denk als je dat nog niet weet, dan moet je het nog niet doen. Ik denk dat je zoiets heel zeker moet weten. Nou, ik wil het ook wel heel graag. Maar je moet je wel realiseren van wat is goed voor mij. Daar moet je wel goed aan denken. Maar is thuis dan niet goed voor mij? Wat denk je zelf? Nou, misschien als ik uit heb gepraat met mijn vader dat het dan niet meer zo erg is. Dat hoop ik. Dat het dan niet meer zo erg is? Ja. En dan stel je nou voor, je praat met je vader en het gaat hartstikke goed, heel goed het gesprek. En dan meisje gaat weer thuis wonen en je slaapt thuis. En dan? Nou, ik weet het wel. Het is toch wel een stukje angst. Nee, en dan meisje, vertel mij eens. Wat gebeurt er dan? Jij ligt daar op bed. Wel trustend gezegd. Iedereen ligt op bed. Alles is donker. En jij ligt alleen op je kamer. En dan? Wat gaat er dan door jouw hoofd heen? Alles wat gebeurd is. Toch? Dan wacht ik net zo lang tot mijn ouders ligt te slapen. Dan pas ga ik slapen. En dan pas ga jij slapen? Ja, dat denk ik. Zul je dan veel slaap krijgen? Zul je dan rustige nachten krijgen? Nee. Nee, ik denk het ook niet. Is dat goed voor jou? Nee. Nee. Wat is wel goed voor jou?
rustige nachten. Veiliger, dat je je veilig vond. Ja, maar misschien als ik eigenlijk mijn paard met mijn vader, dat het dan nooit meer doet. Kan toch? Ook al doet hij het nu, gebeurt er niks meer, Marjorie. Ook al gebeurt er niks meer. Maar dan heb ik toch ook geen angst. Denk je? Ja. Nou, ik denk dat je dan nog behoorlijk met angst zit. Ook al gebeurt er niks. Maar wachtte je eerder ook altijd, net zolang dat je ouders gingen slapen? Ja. En was die dan al geweest? Soms. Soms kan het niet. Nee. En als ze sliepen, dan was de kus veilig. Mm-hmm. Nou. Nee, hoe zou je maar tot hier? Tot hier? Dat is lekker warm. Ja. Nou, niet meer bewegen. Nee, we zitten. Ga lekker slapen. Nee, ik blijf de hele nacht weer wakker. Ja? Waarom? Daar heb ik zin dan. Nee, jij slaapt hartstikke goed, hè? De laatste dagen nog, de weken niet. Oh, ik dacht wel. Nee, juist niet. Nee? Slaap ik heel slecht. Waarom? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Nou, probeer lekker te slapen. Is goed voor je. Nee, ik ga jou de hele nacht wakker houden, net zoals ik met Tini heb gedaan. Oh ja? Trap je daarin? Wat denk je? Nee. Ik denk het ook niet. Jij gaat maar weer terug in bed stoppen. Ja. Waarom? Omdat ik belangrijk vind dat jij goed slaapt. En als ik nou de hele nacht niet kan slapen? Je mag altijd bij mij komen, dat weet je. Mag ik dan bij je bed kruipen? Nee. Waarom niet? Nee, wil ik niet. Jawel, dat is lekker gezellig, dat is lekker knus. Ik slaap tegenover jou. Ik slaap, laat me los. Nee. Nou, nou. Nee. Gaat rust. Dat mag, hè? Kom jij me morgen wakker maken? Yes. Beloofd, hè? Ja, tuurlijk. Dag, Keuska. Doei. Moet je de deur op slot rijden? Nee, je moet op slot rijden. Fijn, ik weet het. Doei. Lekker slapen, hè? Ja, oké. Okay. Laat rusten, gaat rusten. Als Saskia ontdekt dat haar verblijf in Harreveld zinloos is, dreigt ze de begeleiders met een scheermesje. Welke negatieve invloed heeft zij op haar omgeving en hoe motiveren de hulpverleners haar om overeind te blijven? Maar dit is niet de goede manier om af te reageren, toch niet? Toch liep maar liever die ruit, toch maar liever tegen de muur even trappen of. Tegen mij tekeer gaan of dat je zegt van Tini, kom op, hè, ik moet er even uit. Nou, je bent er ook niet altijd aan. Dat is waar.
Frans Duits is een beroemde fotograaf in Japan. Je bent al een echte bekende hier, hè? Want ik zie je geïnterviewd worden, je praat met allerlei mensen. Men kent me een beetje. Straks hoor ik ook steeds mijn naam fluisteren. Doe iets, doe iets, doe iets, doe iets. En dit is Robert van der Hoek. Ik heb soms de gekste dingen, de handtekening in de gekste plaatsen getekend. De populairste soapster van Zuid-Amerika. Henk Harding gaat op bezoek bij Grensverleggers. Vanaf volgende week dinsdag bij de NCRV op 1. Saskia is als kind ernstig verwaarloosd. Ze is al eerder weggelopen en probeert zich op Harreveld te onttrekken aan de behandeling. Vanavond aflevering 2 van De Amazones van Harreveld. Doe me even uit. Doe me even uit. Hé, hé. Hoe was het weekend? Hé? Wat ben je nou van plan om te gaan doen, Sas? Ja, het weekend weg en dan niet naar school. Hé? Wat is er aan de hand? Kom, we gaan naar school. Zeg, we gaan gewoon naar school. Geef mijn hand, kom. Nou, kom. We gaan naar school. Kom, meisje, ik help je overeind. En we gaan netjes naar school. Kom. Kom. Nou. Of je gaat gewoon praten. Kom op. Moet ik Benny erbij halen? Zeg. Zo op je kamertje, je muziek luisteren, doe waar je zin in hebt. Dat kan gewoon niet. Of je praat over je moeilijkheden en als jij niet aangeeft dat er wat aan de hand is, dan is er voor mij niks aan de hand, dan ga je gewoon naar school. Dat zijn de regels en zo doen we dat. En dat is niet om jou te pesten, maar ik wil dat gewoon. Of je gaat met mij praten, je zegt wat er ligt, wat er aan de hand is. Van de justitiële jeugdinrichting Harreveld is een gesloten afdeling voor meisjes, de Amazones. Er wonen 10 meisjes die vaak van jongs af aan emotioneel verwaarloosd zijn. Ze hebben geen vertrouwen meer in volwassenen, zijn snel boos, agressief of in zichzelf teruggetrokken. Hier wordt hun afweer, agressie en vernielzucht zoveel mogelijk geaccepteerd, maar er zijn grenzen. Van huis en school liepen ze weg. Niemand had meer greep op hen. De kinderrechter heeft deze meiden tot hun 18e jaar onder toezicht geplaatst. Harreveld is hun laatste station richting zelfstandigheid. Wat is er nou aan de hand?
of jij praat, of jij zegt wat, of je gaat gewoon naar school. Ja? Ik had afgesproken met... Wat had jij afgesproken met Tini? Dat ik haar zou opbellen. Dat je haar zou opbellen? Dan gaan we nu naar de ledenskamer en dan gaan we haar nu opbellen. Bel ik haar op en dan hoor ik van Tini wat er afgesproken is. Ja? Nou, nou ben je duidelijk. Hè? Nou, kom. Saskia is sinds haar 11e depressief en teruggetrokken in een fantasiewereld. Haar ouders hadden geen greep meer op haar. De popster Jon Bon Jovi is de enige voor wie ze wil blijven leven. Niemand. Je moest gewoon met beide benen op de aardbodem terugkomen. En dan netjes weer naar school en aan jezelf gaan werken. Maar zoals jij dat nu doet, op je kamertje weer gaan zitten, muziekje luisteren. Je hebt een mooi weekend gehad, je hebt Bon Jovi mooi gezien. Perfect. Maar nu ben je weer hier. En nu ga je weer met jezelf aan de gang. En dat doe jij niet als je op je kamertje zit. En als jij niet aangeeft of wat er is of wat dan ook, dan kan ik daar ook geen rekening mee houden. Dan ga je gewoon naar school. Of je geeft duidelijk een reden aan waarom je op je kamer zit. Dat je ziek voelt, dat je hoofdpijn hebt of wat dan ook. En Bon Jovi is nou weg. Die zijn uitgespeeld. En na schooltijd kun je mooie muziek luisteren. Zo, perfect. Saskia die zou afgelopen weekend naar het Bon Jovi concert gaan. Maar wij hadden heel veel signalen opgevangen dat ze toch wel eens heel moeilijk zou kunnen krijgen en zelfmoordneigingen had. Toen hebben Pankras en ik vrijdag samen met Saskia een heel gesprek daarover gehad. We hebben gevraagd of ze die plannen had en ze ontkende het niet, maar ze kon het gewoon niet zeggen. Toen zijn wij tot het besluit gekomen om het Saskia toch wat gemakkelijker te maken of wat minder moeilijk om een zelfmoordpoging te doen. Dus we hebben een contract opgemaakt en daarin beschreven van dat ze in ieder geval geen scherpe voorwerpen mee zou nemen en in ieder geval als ze zich rot voelde de mogelijkheid had om naar hier te bellen. Ze kon mij niet bellen omdat ik het toevallig niet was. Dan zou ze naar Pankras bellen. We zijn op een contract uitgekomen om op die manier, omdat je daarmee toch je, je zorg voor het kind laat zien. Hè? Dat ze belangrijk genoeg is om je druk over te maken. Misschien is het goed dat ik het contract voorlees. Maar, ja. Ja? Hierbij beloof ik geen suïcidepoging, tussen haakjes poging tot zelfdoding te ondernemen. Op welke wijze dan ook. Daarnaast beloof ik gedurende de eerder genoemde periode geen middelen bij me te dragen die een suïcidepoging zouden kunnen vergemakkelijken. Wanneer ik het gevoel krijg niet meer in staat te zijn een suïcidepoging tegen te houden, beloof ik contact op te nemen met de groep de Amazones, al waar ik momenteel verblijf. En met ze ging ineens, ik had gewoon gezegd ofzo, dat een contract of zo was voordat ik geen zelfmoed zou plegen ofzo, maar ik ging ze ineens om rare dingen bij zetten dat ik ook niet mocht crossen en dat ik ook niet, weet ik veel, scherp voorwerpen zo meenemen en zo. Ik bedoel, ik heb altijd wel iets bij me of zo, weet je, gewoon voor de zekerheid of zo. Wat heb je bij je? Ja, gewoon schimmersje of zo. Voor de zekerheid? Ja. Voor welke zekerheid? Ja, van alles weet ik veel. Het is allemaal om thuis te rijden, om te crossen of zo, weet je. Vertel eens één reden dan. Eén reden waarom ik het heb gedaan toen. Gewoon weet ik veel. Ik zo. Ik ben gewoon helemaal psychotisch daar, weet je. Ik word echt gek gewoon. Toen je hier kwam, toen kwam je van een psychiatrische inrichting Amsterdam. Had je toen ook iets met snijden en bloed? Ja, gewoon weet ik veel. Crossen en zo. En
Ja, met bloed weet je, gewoon een pentagram op de muur tekenen of zo. Een pentagram op de muur tekenen, met bloed? Ja, het is daar ongeveer. Nou, mijn moeder belt mij vanavond misschien omdat ze morgen nog gaat zien. Mijn moeder gaat weer op vakantie hoor, voor zoveel duizend euro's. Ja. Nou, die gaat weer. Volgens mij wel. Nou gaat ze naar nee, Cuba of zoiets. Maar niet uit mijn. Oh ja. Ja, ik wil ook al mee, dus op Curaçao. Ze riep van huis weg, omdat haar pleegmoeder de kant van vader koos. Ze is pas op verlof geweest en sindsdien gaat het slecht. Jij weet, je hebt een brief naar je moeder gestuurd, hè? Ja. En je weet wat daarin staat, hè? Ja. Nee. Dat gaat over dat jij mee gaat doen met de film. Ja. En die brief heeft ze dus vandaag gehad. Ja, dat was het wel. En dat zei jij al tegen mij. Ja. En daar was je heel bang voor. Ja. En jouw moeder was heel teleurgesteld, moest ik jou vertellen. Oh. En ze wil het graag even verwerken. En ze wilde graag even over nadenken. En zij neemt wel weer contact op met jou. Ja, doei! Dat wil ik niet. Daar gaat ze me bellen, man. Ik wil niet gepast worden daar. Helemaal niet? Nee. Ze moest het gewoon even verwerken. Ik heb ook gevraagd wat we met de verjaardag deden. Daar hebben we nog geen afspraak over gemaakt. Ze kan de pot op. Nou, anders laat jij het ook even bezinken. Dan kijken we van de week wat we ermee doen. Misschien dat ik haar van de week nog een keer ga bellen om te vragen hoe ze er tegenover staat. Zullen we dat maar doen? Nee. Of even helemaal laten rusten. Zeg het maar. Nou, we wachten gewoon even aan. Ja? Nee. Nou, dan bellen we vanavond niet. En wanneer heb jij nog meer belcontact? Donderdag, laat ze mij. Zal ik donderdag nog even naar haar bellen om te vragen of ze 's avonds belt? Nee, ja? Of niet? Laat Vraag ik jou donderdag weer. Zullen we dat afspreken? Nee. Oké. Kom, ga eten. Ik hoef gaan eten. Ik heb Marjorie dus vastgepakt om haar eigenlijk tegen zichzelf te beschermen. Want ik weet dat Marjorie, als ze dus kwaad wordt, dat ze met een stuk glas gaat lopen en zichzelf dus loopt te krassen. En dat moet je dan voorkomen. Ja, en ik heb het dus overgegeven aan de gedragswetenschap, omdat ja, het leek me op dat moment beter voor Marjorie. Omdat ik aan mezelf merkte dat ik erg boos werd. Waar werd je boos om? Dat spugen. Ik vind niet dat dat iets is wat je dus in een conflict situatie doet. Ik vind een keer schoppen, dat kan zijn, opstap, stap op, ik ben boos. Maar ik vind spugen een pure vernedering. En dat vind ik niet iets wat hoort. Ik denk dat ze die controle ook wel heeft. En ik denk dat ze dat bewust deed om mij te vernederen. En dat hoort niet.
En dat was voor mij de mate vol. En dat was voor mij de druppel die de emmer liet overlopen. En heb ik haar dus naar de kamer gedaan. Waarom zou ze jou willen vernederen? Omdat ik op dat moment degene ben die, zeg maar, Harreveld vertegenwoordigt. Dus die de grenzen aangeeft hier. Mm-hmm. Ja, ik ben degene die haar beperkt in haar gedrag. Wat zij eigenlijk wil. En dan ben ik natuurlijk de boeman op het moment dat ik dat stop. Mm-hmm. Ja, en dat is de oorzaak. En zij zegt van, ja, je moet me niet vastpakken. Krijgt ze dan, is dat omdat ze dan herinneringen krijgt? Dat zou heel goed kunnen. Maar het vastpakken door ons gebeurt natuurlijk op een andere manier dan wat met haar herinneringen te maken heeft. Wij zijn op een correcte manier, wij pakken haar op een correcte manier vast. Wat is er dan gebeurd? Er gaat je niks aan. Jullie zijn toch allemaal hetzelfde, dus jullie zijn allemaal kankerlijers. Ik haak jullie op mijn mouw. Was je wild dan op het moment dat hij je vastpakte? Ja, vind ik raak, dan word ik altijd als ze mijn beet pakken. Ze moeten me gewoon weer rust laten, dan word ik vanzelf wel weer rustig. Maar dat doen jullie niet, geen van allen. Maar het ging vanochtend al niet zo goed met jou, hè? Nee, het ging de hele dag al niet lekker. Het gaat vanaf vorige week zaterdag al niet lekker met me. Ja. Sinds je thuis bent geweest? Juist. Ben je daar sinds toen nooit zo van in de war? Ben ik veel, hou je kom, man! Verder nog bijzonderheden over haar? Ik denk het enigste voor de komende week, en dat meen ik serieus bij haar, dat je heel duidelijk moet zijn en consequent naar haar. Want ze is echt deze week, vind ik haar echt helemaal losgeslagen. En ik denk dat het te maken heeft met een stuk onduidelijkheid naar haar. En dat maakt haar heel onveilig. Bij de een mag dit, bij de ander mag dat. De school is niet duidelijk. Ze raakt helemaal van slag. Met een maaltijd ook. 5 uur gaan we eten. Nou, ik hoef geen eten, zegt ze dan. Nou, dan hoeft ze niet te komen. Om 5:30 staat er wel een bordje warm eten voor de klaar. Dan zegt ze, ik heb honger. Ja, we hebben voor je bewaard. Ze begint te spelen, jongens. Ja. En, ze is... en omdat wij haar de ruimte geven, daarom begint ze te spelen. Ja. En ze is erg agressief naar mensen. Van de week is er bij André ook weer het een en ander geweest. Wij moeten wat dat betreft, ik vind ook wanneer er agressie is naar groepsleiding en het loopt de spuitgaten uit, het is niet te accepteren, dan overleggen we en dan geven we een kamerplaatsing. Dus ze moet weten wat wel mag en niet mag. Oké? Oké. Er broeit wat vanavond. Omstreeks 24 uur. Yvette even uit bed geweest. Nicole kwam om een sprintje vragen. Later gekeken hoe het met haar was. Ze was weg. Het ruitje op haar kamer was eruit. Het hek is doorgeknipt, gecontroleerd en Angela was ook gevlogen. Ik heb meteen Ingrid opgebeld en de politie ligt voor haar ingeschakeld. Ook een ruitje bij Angela op de kamer is eruit. Er staat er wel bij, ze zijn er vandoor met 3 jongens van de Delta. Ja, ik hoop dat ze niet lang wegblijft. Want 14 dagen duurt het en dan... Dan komt er een anders. Ja. Komt er een ander meisje. En dat ze zich niet laat gebruiken.
Ja, daar ben ik heel erg bang voor. Daar ben ik heel bang voor. Maar als ze dan terugkomen, dan kun je helemaal opnieuw beginnen. Ja. Ja. Daar wordt ze niet beter van. Ja, het enige wat ze kunnen doen is hun overleven, hun lichaam. Dat is het enige wat ze, waar ze geld mee kunnen verdienen. Maar dan in natura, denk ik. Zit het dik in, ja. Nicole is weg. Ja, klopt. Wist je er al wat van? Ja, daar wist ik al wat van. Ook van tevoren? Ja. Wat wist je? Het was de bedoeling dat ik mee zou gaan. Oh. En waarom ben je niet meegegaan? Omdat ik in slaap was gevallen. En hoe vind je het nou dat je niet mee bent? Ik vind het wel beter. Ja? Ja. Waarom vind je het beter? Omdat de jongens van de Delta meegingen. En je weet nooit wat die doen. Wat zouden ze kunnen doen? Ja, weet ik veel van alles. Zoals? Ja, moet ik dat gaan zeggen? Ja, ze zijn me op één ding uit natuurlijk. Ze willen me met hun naar bed en zo. En waar de plannen? Verder. Hm? Waren er verder plannen om iets te doen of zo? Nee, ik wist ook niet waar ze naartoe zouden gaan. Het was onze bedoeling, van Nico en mij was de bedoeling om naar Vassenveld te gaan. En daar de trein te nemen. En waar naartoe, dat wisten we niet. Maar je had geen trek om naar huis te gaan of zo? Want dat is de laatste tijd wat er aan de hand is, dat je eigenlijk naar huis wil. Ja, maar dat doe ik toch niet. Als ik hier wegloop, dan ga ik toch niet naar huis, want dat is de eerste plek waar ze zoeken. Oh, maar... Ik zou wel teruggaan naar Rotterdam. Hmm. Maar waar in Rotterdam, dat zeg ik tegen niemand. Hallo. 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 Omdat ik vandaag een toets moest maken op school. Op school, is het goed gegaan? Weet ik niet. Ik denk het wel, maar het was moeilijk, hè. Om van die oude dingen, weet je, van de basisschool. Die ken ik helemaal niet meer. Maar jij bent niet zielig. Nee, jij weet niet. Ik. Maar ik heb gewoon zin om maar op mijn kamer te zitten. Kom, voordat ik weg ga, kom ik nog even bij. Ja? Oké. Okay. Deze is diep, hè? Heb je het vaakste gehad? Dank je wel. Het is echt gewoon frustrerend, weet je, dat je niks over je eigen leven hebt te zeggen. Gewoon. Ik ben niet weggelopen gevaarlijk of zo, weet je. Dus het was niet de meeste meisjes of een aantal meisjes zitten hier omdat ze vaak wegliepen en zo, dat soort dingen. Maar ik kan wel zeggen, ik kan wel tegen mijn voogd, tegen kinderrechten, tegen iedereen hier zeggen, het is niet goed voor mij, weet je wel. Maar straks loop ik op mijn 40ste bij een psychiater omdat ik hier gesloten heb gezeten, omdat ik daar een trauma aan heb overgehouden of zo. Maar straks zeg ik veel, hun zijn de leiding, hun hebben macht. En als hun zeggen, je moet naar je kamer, ja,
Als je nee zegt, wat sleep je wel naar je kamer, weet je wel. En dat doe je bij normale mensen of een normaal kind van 17, doe je dat ook niet. Ik vind het een beetje belachelijk, dat doe je niet eens bij je hond, weet je wel. Ja, ik was van de week ook alles achter elkaar, hè, meisje? Heel veel. Maar dit is niet de goede manier om af te reageren, toch niet? He, toch liep maar liever die eruit, toch maar liever tegen de muur even trappen of... tegen mij tekeer gaan of dat je zegt van Tini, kom op. He, ik moet er even uit. Nou, maar je bent er ook niet altijd aan. Dat is waar. Dat klopt. Maar hoe rot je ook voelt, en dat is natuurlijk wel zo wat hier ook geprobeerd wordt, dat is om je toch, ondanks hoe rot je voelt, proberen dat ritme vast te houden. Want je ziet het, als je eenmaal uit dat ritme bent, dan wordt het alleen maar erger. Het wordt er niet beter van namelijk. Nee, dan moet je naar school gaan, dat gaat ook lekker. Ja. Hoe rot het ook klinkt, want dat moet je ook, als jij je rot voelt en je moet naar je werk, moet dat ook. Ja, weet ik wel. En daarvoor is een ritme, dat dagritme, is zo verschrikkelijk belangrijk. Het lijkt een heel klein en het is zo belangrijk. Als je nou dus zometeen gaan we naar dat begeleid kamerwonen toe werken. Daar zijn we mee bezig. Daar heb je dat ook, dat vaste dagritme. En dat kun je hier heel goed zolang nog leren. Saskia vindt het maar onzin dat ze gesloten zit. En de voogd heeft daar dus heel duidelijke mening over. Die zegt, nou, in Amsterdam kreeg je een begrenzing via medicijnen. Hier krijg je een begrenzing via hekken. Maar die begrenzing die heb je nodig, Saskia, nog. Hoe dan ook. Hij vertelde mij laatst een heel mooi verhaal. Toen zegt hij, als iemand zijn arm gebroken heeft, gaat hij ook in het gips. En dan kun je je arm niet bewegen, maar hij geneest wel. En dat vond ik wel een mooie. Nou, ja, dat vond ik ook heel mooi. En deze vond ik ook heel erg goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar Saskia wil het gewoon niet inzien. Aan de orde is het verzoek van de Stichting voor Jeugd en Gezin, de gezinsvoogd, meneer Braaksma, tot verlenging van de ondertoezichtstelling en de verlenging van de machtiging uit huisplaatsing. Ik wou eerst even iets zeggen. Als je de rapporten van dit jaar en van vorig jaar met elkaar vergelijkt, dan is het bijna indrukwekkend om te zien hoeveel vorderingen jij hebt gemaakt. Hè? Hoe goed het met jou gaat en wat jij in zo'n korte tijd allemaal nog hebt geleerd. Of is dat overdreven als ik dat zo zeg? Nee. Ja, geweldig mooi dat jij ook jezelf kan handhaven. Ik heb nog even genoteerd dat jij, je houdt nog steeds veel van muziek. Ook nog van Bon Jovi? Ja. Toch ook nog. En is Harreveld meegevallen? Nee, niet echt. Nee? Maar je kunt het er nog wel een tijdje uithouden? Nee, ik dus... niet. Ik... Nee, maar hoe zie je het dan? Nou, mevrouw Kooijmans zal het wel even vertellen. Ja, ja. Ja. Ik heb natuurlijk een uitgebreid gesprek gehad met Saskia van tevoren. En zij heeft aan mij aangegeven dat ze inderdaad die ondertoezichtstelling, dat ze daar wel zich in kan vinden. Maar dat ze zich absoluut niet thuis voelt in Harreveld. En dat ze daar het liefst zo snel mogelijk weg wil. En ja, om het in één korte zin samen te vatten. Saskia vertelde mij, Harreveld is het ergste wat mij is overkomen. Ze voelt zich daar absoluut niet op haar plaats. Ze vindt dat ze tussen de verkeerde mensen terecht is gekomen met veel ernstigere problematiek dan zij heeft. En ja, ze zegt ook, ik moet altijd maar in groepsverband daar zijn, terwijl ik ook wel eens graag alleen wil zijn. Ik heb geen controle meer over mijn eigen leven. Alles wordt voor mij bepaald en ik denk dat ik hier niet zelfstandig van word. En ik zie dan ook niet in waarom ik hier nog zal moeten blijven in afwachting van die kamertraining. En ze opperde zelf het idee om dan naar huis te gaan. Saskia die wil dus het liefst weg uit Harreveld en die wil ook niet dat het verlengd wordt. Het alternatief om zeg maar Saskia naar huis te laten gaan, daar ben ik niet gecharmeerd van. Want
Ik vind dat het met Saskia heel goed gaat in Harveld, ondanks dat ze daar zoveel moeite mee heeft. En ik vind het zelf altijd heel riskant om iets wat goed gaat, om dat in te wisselen tegen iets wat je gewoon niet weet hoe dat gaat. En tweede is dat zeg maar het leren om zelfstandig te wonen. Ik denk dat ook al heeft Saskia nu moeite met Harveld, ze zal ook verder in haar leven gewoon best in situaties komen waar ze het moeilijk mee heeft. Dus ik denk dat ze het in die zin gewoon ook als leersituatie toch kan blijven zien. Ja, maar dit is wel erg extreem. Het is wel erg extreem en het is gesloten. Maar ik heb ook niet iets anders wat gewoon vergelijkbaar en beter is. En we zitten op dit moment in Harreveld en we moeten het daar mee doen. Zo goed en zo kwaad mogelijk. En het gaat, mede door jouw inzet, best heel goed. Ja, maar ik voel me niet goed. Ik voel me daar helemaal niet goed. Het kan wel goed gaan. Ik kan wel met mijn regels gaan zitten houden en een beetje leuk doen wat de leiding van mij verwacht. Maar het gaat niet goed met mij. Ik voel me daar tenminste niet goed. En Saskia denkt, als ik nu naar huis kan, dan kan ik naar school gaan. Dan kan ik dat oppikken. Dan kan ik weer met normale mensen omgaan. En niet de mensen die daar zitten, want ze voelt zich daar absoluut misplaatst. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Nou, dat denk ik zelf niet. Dat denk ik zelf niet. Ga het zelf maar een keer kijken. Kijk zelf maar eens een keer wat er allemaal zit. Ik kom er regelmatig kijken. Ja, niet in de groep. Je ziet niet wat daar allemaal gebeurt. Zo. Ja. Zij zit er natuurlijk middenin. Nou, die hysterische en de gestoten deuren en hekken en dergelijke, dat is voor haar een probleem. Dat is wat ik in het rapport. Ze zien het ook wel in Harreveld, hoe jij erover denkt. Het is heel duidelijk. Maar als ik kijk wat die meisjes daar hebben meegemaakt en wat ik zelf dan heb meegemaakt. Ik bedoel, hun allemaal met het verleden, incest, mishandeling, dat soort dingen. Ja. Verslaving, drugs en dat soort dingen. Daar heb ik helemaal gewoon niks. Het komt niet eens overeen. Het lijkt er niet eens op. Daar voel je jezelf veel te goed voor. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Maar ik bedoel, nee, maar vergeleken bij die andere gevallen, dat is veel ernstiger nog. Ja, ja, zeker wel. Goed. U heeft geen van allen meer wat te zeggen. Dan wordt het onderzoek gesloten. Vanmiddag om 3:00 is de uitspraak. Moeilijk, hè? Hoi, Sas. Hoe was het beloofd? Ja, leuk gaat. Marjorie zoekt contact met haar pleegmoeder, maar die wil niet aan de telefoon komen. Maar Marjorie, hallo, is mama thuis? Hoezo dan? Dat je bij me zou komen. Sorry, maar het ging niet. Jawel, je kan gewoon even daar naartoe lopen en bij me komen. Nou, die afspraak hadden we. Dat was een goede afspraak, dacht ik. Zeg. Ja? Nee, ik laat
stopverf. Ruzie gehad met mijn moeder. Mm-hmm. Waarover? Over dit, over de tv-opname. Zij wil niet dat je dit doet. En jij? Ik wil het wel, anders had ik niet getekend. Mm-hmm. En waarom wil ze dat jij het niet doet? Omdat ze bang is dat ze met de nek aangekeken wordt. In de straat? Ja. En wat vind je van dat? Dat ze zich aanstelt. Zou het niet gebeuren, denk je? Misschien wel, maar dat is niet mijn schuld. Want mijn vader moet met z'n handen van me af moeten blijven. Jij wil het doorzetten. Ook al zie je dan je moeder niet meer? Ik zet het door. Ook al zie ik mijn moeder dan niet meer. Hoi Saskia, ik spreek met Helle Kooijman. Ja, hoi. Hallo, ik moet jou even bellen over de uitslag. Ik heb net contact gehad met de griffier van de kinderrechter. En die heeft mij meegedeeld dat de verzoeken van de gezinsvoogdijinstelling zijn toegewezen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de ondertoezichtstelling verlengd wordt totdat je meerderjarig bent. Ook de uithuisplaatsing in Harreveld. Met inderdaad die verkorting. Hè? Dat mocht het lukken dat jij voor die tijd in november, december op kamertraining kan. Dan kan je met een andere machtiging op kamertraining. Ja? Ja. Ik kan me voorstellen dat je wel teleurgesteld bent. Mm-hmm. En wat ik al zei, het is op zich een te overziende periode, al kan ik me heel goed voorstellen dat het voor jou heel lang is. Wat zijn je plannen voor de toekomst?
hier eigenlijk gewoon een kamertraining als het kan. Mm-hmm. Denk je dat jouw voogd jouw toestemming geeft? Een kamertraining te gaan? Mm-hmm. Ja, tuurlijk wel. Zolang je krast en zolang je... Ja, zolang ik krast. Ik bedoel, het is het laatste half jaar maar 2 keer gebeurd of zo. Dus... Mm-hmm. Het slaat ook nergens op. Zolang je aangeeft dat je dood wil, soms? Ja, dat zeg ik ook niet. Zeg je niet tegen natuurlijk, je voogd? Natuurlijk niet. Maar denk je niet dat die voogd dat weet? Ja, van wie dan? Ja. Ze spreken toch alles met elkaar door? Ja, maar ik zeg het hier ook niet. Ik ga een beetje zo. Dan zit ik hier alleen maar langer, weet je. Dus. Ik wil gewoon zo snel mogelijk een kamertraining nu. Ja. Het liefst gewoon. Als Marjorie 18 jaar wordt, moet ze weg uit Harreveld. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Geen instelling wil haar verder behandelen. Maar dan keren plotseling haar kansen. Toen Pinkeltje eindelijk boven was, zag hij dat de deur van het kamertje van het meisje open stond. Hè, zei Pinkeltje, hoef ik even. En gauw liep hij het kamertje binnen naar een heel klein pakje dat daar op de grond lag. En weten jullie wat dat was? Het was een klein rood lapje, zo lang als de helft van je duim. En zo breed ook. Als de helft van je duim. Zo klein. Zo'n klein lapje. Ja. Zo.